Hallo en welkom terug bij Outlast 2. Laten we Outlast 2 gaan spelen. Ik merkte dat in mijn eerste video het geluid een beetje zacht was van mijn stem. Dus ik probeer wat harder te praten en ik heb het geluid van het spel iets zachter gezet. Dus hopelijk gaat het nu goed. Oh ja, die creepy vrouw was er. Dan moeten we nog even langs komen. Even de deur dicht, want ik hoor een mond eraan komt. Sorry, dog. Je blijft even daar. Oké, dan zijn we weer. Hoe ging het ook weer? Oh ja, rechtsknopje, F ging je. Ik hoor helemaal niks. Meestal staat hij iets te zachtjes. Iets omhoog zetten, want ik hoor helemaal niks. Oké. Nu moet het goed zijn. Ja, nu hoor ik ook voetstappen. Ja. Hoe kom ik langs deze gek trouwens? Is dat weer zo ver? Oh man, het geluid alleen al, hè? Ik weet niet waar ik heen ga. Oh man, wat scheidend ben ik, hè? Ik ben gelijk terug naar de vorige level. Het is ook echt super wazig. Het beeld. Kan beter zo kijken bijna. Super veel noise. Naar binnen. Klaar mee. Ik ben er klaar mee. Oké, wat hebben we hier binnen? Ben ik hier binnen al geweest? Ja, hier ben ik al geweest, toch? Ja. Wat gebeurde er? Het hele beeld werd zwart. Holy fuck. Ze rent kapot hard. Ik kan niks tegen beginnen, man. Huh? Hij staat nog wel op easy. Gekke huis dit. Weet je, nu ga ik gewoon scheid hebben. Ik ga gewoon gaan met die banaan. Gewoon rennen voor mijn fucking leven. Let's go. Pak haar. Ja, pak jou. Ja, dat komt zo. Hey. Oh, fucking hell. Oeh. Waar is die gek? Waarom zou ik überhaupt die deur open doen?
Nee. Nee. Dicht. Op slot. Ja, prima. Ik ben er onderdoor. Yes. Eindelijk zijn we iets verder. Oké. Even een beetje rust in de tent of niet? Ik hoop dat hij hier moet. Het is gewoon een gokje. En hier op klimmen. Do you hate him? Dat is normaal man. Ik ken me geen eens. Wat is dat? Fuck. Ja hoor. Come on, man. Oh, do you Jesus. Want him? Who? Then you'll have. God wants me dead? Okay. Voor de zekerheid gewoon rustig alle kamers door. Niet veel gekke verrassingen komen te staan. Tesla. Foxes walk upon it. Dat is vet. Gewoon een microfoon, dan kan je. Even een nieuwe batterij erin. Zo, deur op slot. Fuck! Oké, nu ga ik rennen. Nu ga ik gewoon rennen. Daddy, help! Fire!
was that? Daddy, help us! Oh God! Oh God! Can I ask you, my sick God? Why, Mr. Summer? Why must we do this terrible life? Do you hate fuck. It? Do you hate this world? And do you know what God says? God said unto Moses, I am that I am, and that's all there is to it. We stand in opposition to the Antichrist. If we hope to be them, we cannot only try to be like Jesus. We need to be like God. And now, God has sent us this woman. What? Fallen. Oh, like a fuck. Rebellious angel from the sky. Wat gebeurt er allemaal, jongens? Sorry dat ik een beetje stil ben, maar... Shit, is een beetje creepy, hè? Prison key. Answer me, Lord, please. I don't need to know the way, only to know that you do. I Welke prison moet ik openmaken dan? Hoe kom ik daar? Oh, daaronder door. Ga me niemand helpen. Is die dikke weer. Kijken. Hallo. Iemand thuis? Nee. Waarom zou ik hierin moeten stoppen? Is op slot. Dus ik moet er wel heen. Ik ken nergens in zijn. Ik zag zo'n pipo door de... Man! Lenny! Oh God, Blake! Are you okay? Het is met je ogen, joh! What the fuck? I don't know! Oh shit! Hey. We have to run! Hey! Lynn! Where are we going?
away from here. Anywhere but here. Lopen dan. Ik zie niks. Wat gebeurt er? What the fuck? Gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Children, I have news grave by your Please don't ask me. This evening, after all these years, they're coming. After all they're coming. Lopen dan. Google it. Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God, no! God wants the child. Lynn! God wants the child. What? Get off me! Get off me! God wants Lynn! Lynn! No, you... No! You, no! You motherfuckers! Get, no! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Yeah, yo. Like I do. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. What the fuck gebeurt er allemaal? Oh shit, Lynn! Pak dan ook gewoon een wapen, maat. Lynn! Het enige wat je kan is filmen. Ja, jongen. Ben je dronken of zo? Jesus. Jesus, God. Fuck were they? They called them heretics. They called Lynn mother. It's not just the cult. It's two sides. Christians and something else.
geen idee waar ik heen ga. Er loopt er ook een in het water. Niet best. Daar loopt hij. Waar is het water heen? Kut. Shit, wat gebeurt er toch steeds joh? Waar de fuck ben ik nou weer? Ik heb wel mijn camera gelukkig. What the hell? I'm dreaming. We're out of my fucking mind. Music class. I'm sorry I have to do this, you should have loved me, you should have helped me, please forgive me, I don't know what to do, I'm so so sorry, Jessica. I'm sorry I have to do this, you should have loved me, you should have helped me, Jesus forgive me, I don't know what to do, I'm so so sorry, Jessica. I remember this. Better. Lopen. Holy shit. Jongen. Gebeurt het toch steeds, hè? Die bril. Is dat dan, jong? You're him, ain't you? The outsider. No, I thought they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean, why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with Nah. Pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. Nasty. Said my grandson. Baby, he put in her
was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Geen batterijen meer. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister. Just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, ik lieg in zijn face. Oh, thank God. And God bless you. Come on. Get you inside. Hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. I should head down to the roof cellar. I'll get down there. You can hide. You're fixed up. It's all right. You just relax here. I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. All right. Lekker slapen. En dat daarmee komen we ook bij het einde van deze video. Ligt eraan. Als er nu net een filmpje komt of een belangrijke cutscene, dan wacht ik even, maar als ik gewoon wakker word en weer kan bewegen, dan... Please, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was... The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Noth questions even now other heretics at chapel. God will guide. I ain't a heretic! Your daughter. You send sense to deny. Wait! Please just let me talk to now. No. The outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to now. I can explain. God, don't hear dead men. Be. Oh shit. Take your penance. God loves you. God loves you. Adamite's the devil. Fuck. Okay, ik zie jullie in de volgende aflevering. Beloof het goed wat goeds, hè? Bye-bye.